Onderdirecteur Financiën van het ministerie van Defensie, Jayant Bidesi, zegt dat meer dan 95% van de begroting van het dienstjaar 2021 is gerealiseerd. Dat zei hij vandaag op een persconferentie waarbij informatie is verschaft over de ontwikkelingen binnen het departement. Is dit niet in één hand omdraai gebeurd? Het heeft ons veel moeite, veel inspanning en veel stress gekost. Zoals overheid breed heeft Defensie ook te maken gehad met een aantal problemen, of ik zou zeggen uitdagingen. Bij ons aantreden vorig jaar op Defensie hebben we een schuld aangetroffen van ongeveer 60 miljoen SRD, zowel nationaal als internationaal. Het wantrouwen in de overheid was erg hoog. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen enkel leverancier bereid was om bestelbonnen te accepteren, waardoor aankopen voor onze militairen, zoals voeding en benodigdheden, onmogelijk was. Bidesi zegt dat zonder vertrouwen een organisatie niet serieus genomen kan worden. De leveranciers zijn uitgenodigd en er zijn gesprekken gevoerd om het vertrouwen te herstellen. Het is ons aardig geluk. Het heeft geresulteerd dat we vandaag de dag meer dan 10 nieuwe leveranciers hebben kunnen registreren in het systeem die al levert voor het ministerie. Over het dienstjaar 2021 heeft het ministerie al 5 aanbestedingen georganiseerd ter waarde van 30 miljoen SRD. Meer dan 50 autorisatieaanvragen ter waarde van 35 miljoen SRD. Als ik een vergelijking kan maken met vorig jaar, dan hebben we vorig jaar slechts 2 aanbestedingen kunnen plannen en slechts 5 goedgekeurde autorisatieaanvragen. Ook het openstaande rekening hebben we kunnen inlopen met ongeveer 10 miljoen SRD. Een andere uitdaging was de inzicht in de kosten van het Nationaal Leger. Er was geen werkbare administratie beschikbaar over de uitgaven. En zonder de administratie kun je geen planning maken. Ook al heb je miljarden geld op de begroting. Bidesi zegt dat 80% van de operationele uitgaven van het Nationaal Leger naar benzine ging. Er zijn oplossingsmodellen bedacht om het defensieapparaat adequaat te laten functioneren.